SNS Reaal. Eind jaren 90 ontstaan uit een fusie tussen verzekeraar Reaal en de SNS-bank. SNS, een oerdegelijke spaarbank die reclame maakt met de slogan groot geworden door klein te blijven. Maar SNS blijft niet klein. Na de fusie gaat de bescheidenheid overboord. SNS Reaal wil groeien. Daarom koopt de bank in 2006 een vastgoedportefeuille. En dan gaat het mis. Op 1 februari moet de Nederlandse staat SNS Reaal redden van een faillissement. Kosten 3,7 miljard euro. Zonder ingrijpen zou de SNS-bank onherroepelijk failliet zijn gegaan. De vastgoedportefeuille wordt een molensteen om de nek van de bank. Heeft SNS zich verkeken? Heeft de bank zich te optimistisch rijk gerekend? Er zijn hier grote blunders begaan, grote fouten gemaakt. Zembla onderzoekt hoe een giftige vastgoedcocktail SNS aan de rand van de afgrond brengt. Ons onderzoek begint op de redactie in Hilversum. Hier verzamelen we alle informatie over SNS. We willen van hieruit proberen te ontrafelen wat zich in het hoofdkantoor van SNS Reaal precies afspeelt voor de bank besluit een grote vastgoedportefeuille te kopen. We zoeken eerst contact met de hoofdrolspelers van toen. Te beginnen met Sjoerd van Keulen, destijds voorzitter van de Raad van Bestuur. Telefonisch is hij onbereikbaar. Is niet bereikbaar. U wordt doorgeschakeld. Hij zou na bedreigingen naar het buitenland zijn gevlucht. Oud-topman Sjoerd van Keulen van SNS Reaal is ondergedoken in het buitenland met RTL Nieuws. Hij zou van de politie het advies hebben gekregen om zeker een aantal weken weg te blijven vanwege ernstige bedreigingen. Veel mensen zien van Keulen als de hoofdschuldige van het SNS-debakel. Wanneer van Keulen terugkomt, weten we niet. Daarom schrijven we hem een brief. Geachte heer van Keulen. Bij het onderzoeksjournalistieke tv-programma Zembla werken wij momenteel aan een documentaire over de door SNS Reaal in 2006 aangekochte vastgoedportefeuille. Doel van onze uitzending is om zo feitelijk mogelijk te reconstrueren hoe deze aankoop verlopen is. Met vriendelijke groet, Dirk Mostert, Zembla. We zoeken contact met andere hoofdrolspelers. De zaak ligt heel gevoelig, zo blijkt al snel. Mag ik eens vragen, hoe komt hij aan mijn naam eigenlijk? Ik heb erover nagedacht, ik ga niet op televisie. Ik heb erover nagedacht, meneer Mostert, maar ik denk niet dat ik daaraan ga meewerken. We willen eerst meer te weten komen over de oorsprong van de spaarbank SNS. We komen in contact met Dick van der Laan. Meneer van der Laan zat tot 1995 in de raad van bestuur van SNS. Hij wil wel praten. Dag meneer Van Laan. Goedemorgen. Dirk Mostert van Zembla. Ja. Ik heb nog een oud spotje gevonden. Ja. Een commercial, een televisiecommercial. Ja, en die wil ik graag even aan u laten zien. Anton Geesink. Ja. De judoheld. Geweldig, ja. Ik was verantwoordelijk voor de marketing en ja. ik heb ook een tijdje lang de reclame gedaan. Heeft u die slogan bedacht? Dat is onder mijn verantwoordelijkheid gebeurd. Ja, ja, groot geworden door klein te blijven. Diende dat een doel, die slogan? Ja, die zeg maar meestal kleine burgers waren niet echt welkom bij de grote banken. Dat zat toch een afstand. Mm-hmm. Die legde zich meer toe op het zakelijke verkeer. En het idee van de spaarbank was, nou, wij waren er vooral voor de kleine burgers. In 1997 fuseert SNS met de financiële instelling Reaal. Reaal wordt in de jaren 90 vooral bekend door tv-reclames met acteur Rijk de Gooier. Reaalverzekering. Goeiedag, ik zit hier op de Bahama's en ze hebben mijn jacht gejat. Geweldig, dat is niet zo ja. mooi, meneer Van Looy. Nee, dat is ja. zeker niet zo mooi. Voor u? Kijk even varen. Wat voor jacht is het? Het is een renteboot. Een originele, echte renteboot. Ja. Het is toch een huurboot? Foutje, bedankt. Ook na de fusie blijft SNS Reaal een spaarbank die zich nog steeds richt op kleine spaarders. En vastgoed speelde dat toen al een rol? Vastgoed speelde in die zin een rol. Dat, ja, wij verstrekten natuurlijk hypotheken aan burgers. Dus... Voor huizen? Ja, voor huizen. En voor kantoren? Nou, niet of nauwelijks. De financiering van vastgoedprojecten is ingewikkeld. Er is speciale kredietkennis voor nodig.
die heeft SNS Reaal niet in huis. Het probleem eigenlijk wat SNS Bank had, dat was dat wij eigenlijk voor die zakelijke kant een te klein apparaat hadden. En dat probleem is eigenlijk niet echt fundamenteel opgelost. Het gebrek aan kredietkennis, dat bleef bestaan. En door de fusie met de Reaalgroep is dat niet opgelost. SNS Reaal trekt in het begin van deze eeuw nog altijd vooral kleine spaarders aan en verkoopt verzekeringen. Vastgoed speelt binnen de bank geen rol. We willen weten hoe de vastgoedmarkt in die tijd in elkaar zit. Daarom gaan we naar Ruud de Wit. Hij is oud-hoofdredacteur van het blad Vastgoedmarkt en geldt al jaren als een insider in de vastgoedwereld. Ruud de Wit. Vanaf 1995 is vastgoedontwikkeling sexy geworden. Alle grote banken, niet alleen in Nederland, maar ook in het buitenland, wilden daar een gedeelte van die markt in handen krijgen. Boden tegen elkaar op. Er was nul veel geld beschikbaar. De rentes waren laag. Toen bleek dat veel bedrijven nieuwe kantoren wilden op nieuwe locaties. Overheden deden hun best om voor nieuwe locaties te zorgen. Denk aan de plannen in Amsterdam en de Zuidas. Vastgoed is een ingewikkeld product, waardoor veel partijen aan verdiend wordt. Banken financieren vastgoedprojecten. Door geld te lenen aan projectontwikkelaars verdienen ze aan de rente. Ook delen ze mee in de winst zodra het vastgoed wordt doorverkocht. Projectontwikkelaars bouwen met het geld kantoren en bedrijfspanden. Dit vastgoed is bestemd voor grote ondernemingen die al voor de oplevering een huurcontract afsluiten met de projectontwikkelaar. Daardoor krijgt het pand waarde. Nu kan het pand doorverkocht worden aan een belegger die geld verdient aan de huur. Het is een miljardenbusiness. Maar het zijn op dat moment vooral de concurrenten van SNS Reaal die er geld mee verdienen. Het was ABN AMRO, het was ING, het was Rabobank. En dan had je Fortis nog. Dat was het. En SNS? En SNS zat daaronder. Die deden niet echt mee? Nee. Was er binnen SNS genoeg vastgoedkennis? Nee, toen was er binnen SNS Reaal zelf geen enkel verstand, kennis, expertise op het gebied van commercieel vastgoed. Geen enkel verstand van vastgoed binnen de top van SNS Reaal. Hoe denkt de toenmalige top daar zelf over? We willen van hen weten hoeveel vastgoedkennis er begin deze eeuw binnen de bank aanwezig is. We verzamelen namen van bestuurders, directieleden en commissarissen die in die periode werkzaam zijn bij SNS Reaal. De meeste zijn er al jaren weg. Zoals voormalig bestuurder professor Kortman. Hij is rector magnificus van de Universiteit van Nijmegen. Een andere oud-bestuurder is professor Bauma. Meneer Bauma is emeritus hoogleraar aan de Universiteit van Groningen. Dit soort wetenschappers is voor journalisten normaal gesproken goed benaderbaar. Maar dit keer niet. Daar volg ik één constante lijn, geen commentaar. Eerlijk gezegd voel ik niet zo de behoefte om mee te werken aan een dergelijke reconstructie enzovoort. Ik heb uw vraag aan de heer Kortman voorgelegd. Hij vindt het niet in het belang van SNS Reaal om op dit moment een interview te geven. In welke volgende vraag krijgt u hetzelfde antwoord? Dus we kunnen het beter eindigen nu. Ik wens u veel succes elders. Wij hebben alle mensen benaderd die wat te zeggen hebben gehad en die beslissingen hebben genomen die tijd. Ze willen allemaal niet met ons praten. Triest. Want ik denk dat veel mensen inzicht zouden kunnen geven waarom er toen beslissingen zijn genomen zoals ze zijn genomen. Vindt u ook dat ze dat zouden moeten doen? Ja, ik vind het wel. We vervolgen ons onderzoek. We zien dat in 2002 een nieuwe voorzitter van de Raad van Bestuur aantreedt bij SNS Reaal. Het is Sjoerd van Keulen. Hij is afgestudeerd politicoloog. Na zijn studie volgt van Keulen een opleiding tot bankier. We komen in contact met een oud-bankmedewerker die wel wil praten, maar alleen anoniem. Hij zegt: in 2002 is er een kink in de kabel gekomen. De oude raad van bestuur is toen voor een deel vervangen. Toen is het gedonder begonnen. Ze kregen dollartekens in de ogen. In het voorjaar van 2006 neemt de leiding van SNS Reaal een ingrijpend besluit. De bank gaat naar de beurs en haalt ruim 1 miljard euro op met de verkoop van aandelen. Het is duidelijk dat SNS Reaal op het moment dat ze naar de beurs gingen een stap wilde maken. Je gaat naar de beurs om geld op te halen, om groter te groeien.
Om te begrijpen wat er op dat moment binnen SNS Reaal gebeurt, gaan we naar de Universiteit van Maastricht. Naar hoogleraar vastgoedfinanciering Piet Eigholtz. Ze hadden net die beursemissie gedaan en dan ligt dat geld te branden. En dan zegt zo'n raad van commissarissen zegt natuurlijk ook van, nou jongens, wat gaan we doen? Wat was je plan? Waarom moet dat eigenlijk? Ja, je kunt toch ook op de bank zetten? Kan je ook zeggen, maar ja, dan ben je een visieloze leider. Hoezo ga je dat geld op de bank zetten? Dan ga je toch productief besteden, moet toch groeien? Krijg je dan te horen van je commissarissen? Met dat geld moet je geld verdienen? Moet je geld mee gaan verdienen. Als we het door de bank zetten, hadden we net zo goed geen emissie kunnen doen. Dus dat slaat nergens op. Nee, we moeten wel aan de slag. Dus ja, dan ontstaat er druk om iets te doen. En tot verbazing van iedereen besloot SNS Reaal een vastgoedfinancier te kopen, die ook nog eens internationaal aan het opereren was. En dat waren nou net twee terreinen, internationaal opereren en vastgoed, waar de directie, waar de traditie van deze jonge bankverzekeraar op geen enkele wijze aan voldeed. Dit is landgoed Hoevelaken. In dit kasteel zit het hoofdkantoor van Bouwfonds. Het bedrijf financiert al sinds de jaren 50 bouwprojecten in ons land. Eind 2006 koopt SNS Reaal het financieringsbedrijf Bouwfonds Property Finance voor 810 miljoen euro. Om meer te weten te komen over Bouwfonds gaan we naar Rudy Stroink. Hij is projectontwikkelaar. Tot voor kort stond Stroink aan het hoofd van vastgoedbedrijf TCN. In het verleden deed hij veel zaken met Bouwfonds. Bouwfonds was een vreemde eend in de bijt. Begon als een publieke instelling van de Bouwfonds Nederlandse Gemeente, was van de Nederlandse Gemeentes. Het was een financier, het had posities in de Nederlandse markt, had een geprivilegeerde positie ten opzichte van de gemeentes vanuit oude relaties. Was ook dominant in de debatten in Nederland over wat er met Nederland moest gebeuren. Machtige organisatie. Zeer machtige organisatie. Het waren, hoe zeg je dat nou aardig, in die tijd ambtenaren met ineens heel veel geld op zak. Gevaarlijk? Dat is heel gevaarlijk, ja. Want de ambtenaren en of mensen over het algemeen die ineens heel veel geld tot hun beschikking hebben, die gaan rare dingen doen. We zoeken meer mensen die met Bouwfonds zaken deden. We komen in contact met Erik de Vlieger. De voormalige projectontwikkelaar was bijna 10 jaar zakenpartner van Bouwfonds. Ik werd steeds groter in het vastgoed. En we deden altijd vrij veel met eigen geld. En als je veel met eigen geld doet, ben je gelimiteerd als het gaat om de dimensie van de projecten. En toen ik bij Bouwfonds terechtkwam, toen ging zeg maar, voor iemand die geld nodig heeft om groot onroerend goed projecten te doen, kwam ik het paradijs binnen. Volgens mij heb ik een keer een transactie gedaan en het ging om 15 of 20 miljoen. En was binnen 5 dagen beklonken, de lening. Is dat snel? Ja, heel snel. Namen zij meer risico? Ja, en dat kon ook omdat ze vrij onuitputtelijke bronnen hadden. Het was gewoon een rijke instelling. Dus ze hadden heel veel geld. Ze hadden heel veel geld en daardoor konden ze ook vrij snel doorpakken. Dat Bouwfonds grote risico's neemt is binnen de vastgoedwereld bekend. Daar doet het bedrijf ook helemaal niet geheimzinnig over. Zo blijkt als we bij Ruud de Wit een jubileumboek van Bouwfonds te zien krijgen. Ik heb hier het boek De Dutch Link, uitgegeven in 2003. Ja. Toen hadden we al over eurotijd. En, wat is dit voor boek dan? Dat is een uitgave van Bouwfonds. Ja. Gemaakt ter gelegenheid van het 15-jarig bestaan van Bouwfonds Property Finance. En dan zie je dus, wij deden 50 miljoen in 5 minuten. Mm-hmm. He, dat was ze hun. Ze adverteerden er gewoon mee. Ze adverteerden ermee. Ze lieten zien. Dat zij heel snel grote bedragen, ja, dat ze daar beslissingen, ja, over konden nemen. Reguliere banken eisen dat een projectontwikkelaar die geld wil lenen voor een vastgoedproject zelf ook geld meebrengt. Bij Bouwfonds ligt dat anders. Het bedrijf is bereid projecten soms wel tot 100% te financieren. De projectontwikkelaar hoeft dan geen eigen geld mee te nemen. Alle financiële risico's liggen op die manier bij Bouwfonds. In ruil daarvoor ontvangt Bouwfonds wel een groter deel van de winst als het project klaar is. Ik heb daar altijd mijn twijfels over gehad. Ik vond dat hele grote risico's. En ik was echt niet de enige. Er is heel vaak gewaarschuwd voor de enorme risico's die in die Bouwfonds Property Finance zaten. En hier staan dus de oude mensen in. En wie was nou de grote man? Kijk ook ingelijst, hè? Ja. Zoals het hoort. Dit was Bert Spijper.
Bertus Pijper is de man, heeft geloof ik zijn hele leven 40 jaar bij het bouwfonds gewerkt. Dus vanaf eigenlijk het begin. En is in 2010 overleden, maar in 2004 teruggetreden. De grote man achter bouwfonds. Property Finance. Er doen verhalen eronder dat daar op een bierveeltje met de baas van bouwfonds, meneer Pijper, deals konden worden gedaan. Zo voelde het wel. Het was natuurlijk niet letterlijk het bierveeltje. Maar het was wel zo dat je in een gesprek besliste Bertus Pijper. En ja, het leek een bierveeltje, maar het was een gesprek. En als hij dan besliste dat het goed was, dan ging het door. En alles was gericht op de deal en vanuit onze kant. En alles vanuit bouwfonds kant was gericht op hoe stop ik zoveel mogelijk geld in mijn cliënt. Het kan op dat moment niet op in de vastgoedwereld. Ontwikkelaars, financiers, makelaars, ze verdienen miljoenen. Vastgoed is in die periode synoniem voor succes. En dat is goed te zien tijdens de jaarlijkse vastgoedbeurs MIPIM in het Zuid-Franse Cannes. Daar worden de deals gemaakt, daar wordt feest gevierd. Men overdreef ook. Men overdreef ook echt. Zoals wel eens gebeurde op de MIPIM-beurs in Zuid-Frankrijk, waar alle vastgoedhandelaren flesjes champagne van 2.000-3.000 euro in de lucht spoten. Dat was die tijd? Dat was die tijd dat je zag dat veel onroerend goed mensen decadent gingen doen. Met jachten, vliegtuigen huren om een eigen trouwerij op Ibiza te vieren. Erik de Vlieger merkt dat het succes en het vele geld dat wordt verdiend met vastgoed een nieuwe groep ondernemers aantrekt. Ik zag natuurlijk in de loop van de tijd ook steeds meer mensen naar binnen komen bij bouwfonds, waarvan ik nooit verwacht had dat ze in die dimensie zaken konden doen. Kunt u dat eens uitleggen? Nou ja, laat ik het zo zeggen. De gemiddelde snackbar-eigenaar, en niks ten nadele van snackbar-eigenaren, die deden transacties in het vastgoed opeens met bouwfonds als financier. Dus waren mensen, echt hele kleine bedrijfjes, die opeens, en dat las ik dan in vakliteratuur, die opeens dingen deden van 30, 40, 50 miljoen. En daar heb ik me zo over verbaasd. En die werden gefinancierd door bouwfonds? Die werden meestal gefinancierd door bouwfonds. Je kan zeggen bijna altijd gefinancierd door bouwfonds. Wie zijn die ondernemers die kennelijk zonder veel ervaring met vastgoed projectontwikkelaar kunnen worden? We spreken een aantal vastgoedontwikkelaars die in die tijd opkomen. Niemand wil aanvankelijk meewerken. Dan vinden we een uitzending van Nova uit 2004 met Kees Priem. We trachten om ieder gebouw zijn eigen uitzicht te laten hebben. Dat kan zijn dus het zeezicht aan de voorkant van deze plot. Kan zijn hier de avondzon met uitzicht over de landerijen. In de Nova-uitzending is te zien dat meneer Priem gevolgd wordt tijdens een zoektocht naar bouwgrond in Spanje. Er moet een woon- en zorgcomplex komen voor Nederlandse 55-plussers. Alle faciliteiten die men nodig heeft, als men wat gaat mankeren, die zijn dan hier aanwezig. We maken een afspraak met meneer Priem en ontmoeten hem bij een restaurant in Brabant. Meneer Priem is als een van de weinigen wel bereid tot een interview. Hij vertelt uitgebreid over zijn ervaring met bouwfonds en het idee achter het Spaanse seniorenproject. Een heleboel mensen waren toen echt enthousiast om naar het buitenland te gaan, vanwege diversiteit aan redenen. En de markt was er gewoon rijp voor. En ik heb het kunnen bieden. Het geplande woonzorgcomplex onder de Spaanse zon bestaat uit een zorghotel, 240 appartementen en bijna 30 luxe villa's. Gebouwd op een grondoppervlak ter grootte van 7 voetbalvelden. Het enorme project krijgt de naam La Cigüeña, de ooievaar. Voor de financiering van het project klopt meneer Priem met zijn bedrijf TaylorMade aan bij bouwfonds. Ze waren bloedenthousiast. Ja, vooral om het concept. En dat heeft ook geresulteerd in een, zeg maar, een partnership tussen bouwfonds en TaylorMade. Ze wilden met 25% in ieder geval in de winst meegendelen. Omdat ze ook wisten dat ze een stuk expertise moesten inbrengen. Expertise op het gebied van projectontwikkeling. Want waarom? Omdat ik dat niet had op dat moment. Dus u had geen ervaring als projectontwikkelaar? Absoluut niet. Meneer Priem heeft geen noemenswaardige ervaring met projectontwikkeling. Maar dat is voor bouwfonds geen probleem. Uit deze overeenkomst tussen beide partijen blijkt dat Priem een lening van ruim 50 miljoen euro ontvangt. Meneer Priem kan beginnen. Hij gaat in zee met deze Spaanse architect en aannemer. Was het een goede aannemer waar u mee werkte? Het was een hele goede aannemer, dat klopt. Ja. Die aannemer had dus een belang
in het uiteindelijke resultaat. Ze waren dus mede-aandeelhouder van de firma die heel het project heeft opgezet. We weten allemaal, appartementje in Spanje, als je daar aan de ene kant van het gebouw naar het toilet gaat, dan hoor je het aan de andere kant van het gebouw. Dat was dus hier niet. Nee, het was Hollandse degelijkheid. Hollandse degelijkheid, puur om de mensen daar met plezier te kunnen laten wonen. Ruud de Wit volgt op dat moment als hoofdredacteur van het blad Vastgoedmarkt al dit soort projecten op de voet. Ook het project van meneer Priem. Balfons wist dat meneer Priem weinig ervaring had. En ze waren ook zo overtuigd dat het project binnen 5-6 jaar 40 miljoen winst zou opleveren, dat ze gewoon hebben gezegd, nou meneer Priem, gaat u maar uw gang. Wat vindt u er eigenlijk van? Onvoorstelbaar. Hoeveel appartementen waren er verkocht voordat de bouw begon? We moesten naar de 50% toe, anders zou de bouw niet beginnen. Dat hebben we niet helemaal gehaald. Bouwfonds heeft toch goedgekeurd dat de bouw begon. Vond u dat raar? Nee, dat vond ik helemaal niet raar. Eigenlijk helemaal niet. Omdat de potentie gewoon aanwezig was. Ja, u had nog niet aan alle voorwaarden voldaan, maar dan mocht u toch gaan bouwen. Exact, ja. Bouwfonds wijkt dus al direct af van de eigen regels. De valse start van het project is de aanloop naar een zich jaren voortslepend bouwproject dat financieel totaal uit de hand loopt. We doen de afgelopen maanden uitgebreid onderzoek naar La Cigüeña. We lezen interne stukken, rapporten en contracten en spreken meer dan 10 betrokkenen bij het project. Ook mensen van Bouwfonds. De meeste betrokkenen willen alleen anoniem informatie geven. Eén van hen vertelt ons het volgende. De persoon die toezicht moest houden op de bouw van het project zat in hetzelfde bedrijf als de aannemer. De aannemer houdt dan toezicht op zichzelf. Dat kan niet. Dat leek ons in ieder geval een heel goed middel om de controle in ieder geval optimaal te houden. Zou het zo kunnen zijn dat je dan de slager keurt zijn eigen vlees krijgt? Nee, absoluut niet. Al snel bleek dat de gekozen aannemer niet zo betrouwbaar was. Dat de vergunningen die de onderlagen niet deugden. Dat de hele organisatievermogen van het bedrijf van meneer Priem niet deugde. Bouwfonds lijkt niet veel grip te hebben op haar zakenpartner en het project in Spanje. Dit contrasteert op zijn minst nogal met de uitspraken die de directie van Bouwfonds in een Zembla-uitzending uit 2005 over vastgoed doet. Bouwfonds-directeur Marcel Kokkeel zegt dan het volgende. Ik steek de handen in het vuur voor de zorgvuldigheid waarmee wij met klanten zaken doen. Ik denk dat we moeten benadrukken dat de procedures bij Bouwfonds zodanig zijn dat we weten met wie we zaken doen. Kwam Bouwfonds regelmatig kijken bij u? Nooit. We hebben ze dikwijls uitgenodigd om op het project zelf te gaan kijken. Om te controleren, om te kijken hoe het allemaal verliep. Ze zijn gewoon nooit geweest. We hebben meneer Kokkeel om een reactie gevraagd. Hij wil niet voor onze camera reageren. De controle van Bouwfonds gebeurt volgens betrokkenen voornamelijk op papier. De bouw loopt inmiddels behoorlijk achter op schema. De verkoop van de appartementen valt ook nog eens zwaar tegen. Op het hoofdkantoor van Bouwfonds in Hoevelaken heeft men het vooral druk met iets anders. De aanstaande overname door SNS Reaal. Op 10 oktober 2006 is de definitieve overname een feit. Ik las 's morgens in de krant het bericht en ik schrok me dood. Onbegrijpelijk. 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 Ik heb me zeer verbaasd. Ik dacht, wat doen ze nou? Ik moet zeggen dat ik even stil naar dat bericht heb zitten kijken. En me verbaasd heb afgevraagd hoe dat kon. De financiële wereld is verrast door de aankoop van de vastgoedportefeuille door SNS Reaal. De bank, die geen vastgoedkennis in huis heeft, is in één keer eigenaar van leningen aan projectontwikkelaars ter waarde van bijna 9 miljard euro. SNS wist niet wat ze kochten. Daar waren ze ook eigenlijk niet geïnteresseerd in. Ik weet dat, en dat is 100% zeker, er is geen due diligence gedaan op de portefeuille die SNS Reaal heeft gekocht van Bouwfonds Property Finance. Wat is due diligence? Due diligence is een gedegen onderzoek naar de kwaliteit van de portefeuille. Als je professioneel wil opereren, heb je kennis nodig. En of dat nou gaat om sector A, B, C of vastgoed, dat maakt niet uit. Maar voor vastgoed geldt het ook. En vastgoed lijkt misschien simpel, want het is transparant. En je hebt toch een huurcontract en het gebouw kan niet weg. En, prima.
Maar zo simpel is het niet. Als jij denkt dat je zonder kennis gewoon maar iets kan gaan doen, dan word je geslacht. Er zijn in 2006 meer gegadigden voor de bouwfonds vastgoedportefeuille. Wie dat precies zijn geweest, is nooit bekend geworden. Maar tijdens het interview met Rudy Stroink horen we van hem dat hij in die tijd één van die gegadigden was. Ik heb er serieus naar gekeken of dat iets voor ons was. En wat dacht u? Halverwege de rit kwam ik erachter dat het ingewikkelder was dan ik dacht. Het was een grote club. Het was een club met een goede reputatie. En ik kwam er halverwege achter dat die reputatie minder goed was dan ik dacht. Want wat ontdekte u dan? Nou ja, met name in die commerciële hoek kwamen er allerlei verhalen los die achteraf helaas waar bleken te zijn. Dat er te veel gerommeld was. En dan wil je het niet kopen. Ik wil geen bedrijf hebben waar te veel gerommeld is. Te veel gerommel, luidt de conclusie van Stroink over de bouwfondsportefeuille. Hij ziet er vanaf. Het zat vooral in property finance, dat we dachten, dat is ingewikkeld. Nou, toen stond SNS op heel snel. Die zei, nou, dat willen wij wel hebben. Toen zei, nou, oké, prima, dan hoeven we daar ook niet te veel meer over na te denken. En uiteindelijk hebben we gezegd, nou, dit is te groot en te complex en te onzeker voor ons om verder te gaan. Het was een redelijk arrogante club ook. Hè. Het was ook zoiets van, ja, meneer Stroink, u kunt wel naar ons kijken, maar u neemt het maar over zoals het is. En niet te veel kritische vragen stellen, dan word ik sowieso nerveus. Kritische vragen worden kennelijk niet gewaardeerd. Bovendien is er al een andere gegadigde voor de portefeuille, SNS Reaal. De bank doet ook onderzoek. Maar volgens Ruud de Wit is dat maar zeer beperkt. En het enige wat ze hebben gekregen is een boekwerk met wat foto's en wat projectinformatie en wat financieringscijfers. Maar dat is alles. Maar het was ook helemaal niet de bedoeling dat ze uitgebreid gingen kijken of die projecten wel klopten, of de informatie wel klopte. Daar kregen ze niet de tijd voor. Dus er is een heel beperkt, ook heel goedkoop, want er zijn geen grote bedragen voor betaald, onderzoek verricht. Kenners schatten het aantal leningen aan vastgoedprojecten in de portefeuille op rond de 200. Anonieme bronnen rond de bank vertellen ons dat SNS Reaal met 8 vastgoedontwikkelaars die in de portefeuille zitten geen zaken wil doen. Het zou gaan om personen die SNS Reaal niet voldoende integer vindt. Ze blijven uiteindelijk buiten de deal. SNS Reaal wil niet bevestigen dat het om 8 personen gaat. SNS kan projecten weigeren. Ja. Die mogelijkheid was er. Die mogelijkheid was er. Er is ook over gesproken. Maar als je per se iets wil kopen, dan besluit je wel eens om bepaalde negatieve signalen te negeren en alleen maar naar de positieve signalen te kijken. En dat is in dit geval zeer zeker gebeurd. Terug naar het Spaanse seniorenproject van meneer Priem. Dat verhuist na de overname van de vastgoedportefeuille eind 2006 van bouwfonds naar het nieuwe vastgoedbedrijf SNS Property Finance. Vastgoedjournalist De Wit ziet direct iets opmerkelijks gebeuren. Ik zag in één keer een directeur van bouwfonds Property Finance die niet mee was gegaan naar SNS Property Finance. Die zag ik in één keer van de ene partij, hè, dus van de financierskant, als adviseur bij meneer Priem opduiken. Iets wat ethisch niet kan, daar had SNS direct voor moeten gaan leggen. Dat is onacceptabel. Een directeur die namens bouwfonds beschikt over strategische informatie over het project en de lening mag van SNS kennelijk zomaar overstappen naar de klant, meneer Priem. Dit kan belangenverstrengeling in de hand werken, volgens De Wit. Als we hierover contact opnemen met de betreffende oud-medewerker, weigert hij commentaar. Ik kan u helaas niet helpen. Het spijt me erg, maar ik hou helaas de deur hiervoor gesloten. Wist de SNS dat ook? Tuurlijk. Dat hij daar had gewerkt? Tuurlijk. En hielp het? Nee, dat heeft helemaal niet geholpen. Dus u heeft een adviseur, had u toen ingehuurd, die uiteindelijk ook niet zoveel voor elkaar kreeg? Dat klopt. In Spanje loopt het project ondertussen helemaal uit de rails. Horen we als we in contact komen met Frank Verschoor. Hij is in die tijd directeur van stichting Mea Vita. De stichting gaat het zorghotel op het seniorencomplex exploiteren. Het hotel wordt volgens planning begin 2007 opgeleverd. Meneer Verschoor gaat kijken. Toen we begin 2007 een bezoek brachten aan het project, toen zagen we dat er eigenlijk alleen nog maar de basisstructuur van het gebouw overeind stond. En dat er waarschijnlijk nog jaren werk zou zijn aan het hoofdgebouw. Schrok u? Daar zijn we wel van geschrokken, ja.
Zie je alleen een betonnen staketsel, allemaal bouwkranen? Ja. Ik zie allemaal bouwmateriaal liggen. Dit lijkt dus helemaal door gebouw nog. Nee, dus het is begonnen. Hè, ze zijn begonnen met de bouw. De structuur is gereed, maar de hele invulling en afwerking van het gebouw moet nog beginnen. Er zit nog geen installatie in. Ik heb sterk de indruk dat Kees Priem toch niet in staat is geweest om zo'n groot project onder controle te houden. Ik ben een apart eend binnen het vastgoedgebeuren, omdat ik geen vastgoedman ben. Ik ben een conceptontwikkelaar. En geen projectontwikkelaar? Nog steeds niet, en dat zal ik ook nooit worden. Daar ben ik veel te soft voor. Is dat ook niet een beetje de kern van het probleem? Nee, ik denk het niet. Alles was goed. Plannen waren goed, kwaliteit was goed, tijd was goed, schema goed, marketing was goed. Alles was goed. En toch is het helemaal misgegaan? En toch is het door SNS misgegaan. En niet door meneer Priem? En niet door meneer Priem. Pas eind 2007 grijpt SNS Property Finance in. De geldkraan richting meneer Priem gaat dicht. Kort daarop gaat hij failliet. SNS wordt van financier nu ook eigenaar van La Cigüeña. Op dat moment nog grotendeels een bouwput. Kort na de oplevering van het zorghotel gaat het tijdens een regenbui helemaal mis. Toen spoot het water aan alle kanten het gebouw weer uit, zowel binnen als buiten. Dus toen bleek dat er heel veel lekkages waren en dat er onvoldoende afwatering was. Er stond ook water in de vloeren van de kelderverdiepingen. En hoe kwam dat water daar? Dat liep van alle kanten van het dak, door de muren, liep het gebouw binnen. In 2008 was al duidelijk dat La Cigüeña nooit meer winstgevend, rendabel zou kunnen worden afgestoten, afgerond. Die woningen zijn onverkoopbaar. Uiteindelijk is het project in 2009, 2 jaar na de geplande oplevering, klaar. De markt voor tweede woningen in Spanje is op dat moment door de crisis volledig ingestort. Ongeveer de helft van de appartementen staat nog altijd leeg. Om zoveel mogelijk klanten te trekken is het zorghotel omgebouwd naar een regulier hotel. Een bij het project betrokken bron raamt het verlies voor SNS Property Finance tussen de 50 en 60 miljoen euro. Eigenlijk is La Cigüeña een klassiek voorbeeld van wat er allemaal fout is gegaan bij SNS Property Finance. Te weinig vastgoedkennis, te veel risico's, te arrogant zijn om te luisteren naar de mensen, ook binnen het bedrijf, die zeggen van dit kan niet, dat moet je niet doen. Te veel de ambitie hebben om het te scoren. Het ook wel lekker vinden, hè? Om prachtige grote financieringen af te sluiten. En te weinig controle van commissarissen, raad van bestuur, van de aandeelhouders op dit soort beslissingen. Die crisis komt er overheen, maar wat ze nog wel een tijd lang zijn blijven doen is throwing good money after bad. Dus gewoon eigenlijk projecten die er al niet zo goed uitzagen, toch nog weer extra kredietlijn er tegenaan. En dat heeft denk ik te maken met te weinig kennis van zaken, echte kennis van zaken. Ik denk dat een partij die er meer verstand van had gehad al eerder was gestopt met geld geven en de kraan had dichtgedraaid. In het eerste jaar na de overname van de portefeuille maakt SNS Property Finance nog winst. De jaren daarna stapelen de verliezen van het financieringsbedrijf zich op. SNS Real moet honderden miljoenen euro's extra uitgeven aan allerlei verliesleidende projecten in binnen- en buitenland. Soms is er sprake van regelrecht mismanagement of tonen SNS'ers zich weinig betrokken. Een oud-adviseur van SNS Property Finance vertelt ons: het was erg bureaucratisch. Ze vochten niet voor hun projecten. Ze vonden het lekker om eens in de 2 weken naar het buitenland te gaan om lekker een hapje te eten en te drinken, meer niet. Ze waren niet doortastend genoeg. We willen weten bij hoeveel projecten van SNS Property Finance het misgaat. We vragen daarom een interview aan met het huidige bestuur van de bank. Daarna nemen we contact op met de persvoorlichter. Ik ben Dirk Mostert van Zembla. Ik vroeg me even af, wat is er besloten? Wij geven geen interview vanuit de directie of het bestuur van Property Finance, dan wel SNS Real. Maar het is toch vreemd dat het zo oorverdovend stil blijft vanuit de bank? Nou kijk, wij gaan niet in op individuele projecten.
Dat is een zaak tussen ons en de mensen die wij financieren. Ook de brief aan oud-SNS-topman Van Keulen blijft onbeantwoord. Ik denk dat het heel belangrijk is, al die mensen zouden praten. Gewoon uitleggen waarom ze beslissingen hebben genomen zoals die toen genomen zijn. Transparantie, duidelijkheid, inzichtelijkheid over wat er in het vastgoed gebeurt, juist omdat het om zulke grote belangen gaat, is een vereiste. Dat is misschien wel de belangrijkste les die we hebben geleerd uit wat de afgelopen 10 jaar is misgegaan in het commercieel vastgoed. Op de vraag aan SNS Reaal hoeveel verliesleidende projecten er zijn en hoeveel de bank per project heeft afgeschreven, krijgen we geen antwoord. Op basis van berichten in de media en gesprekken met insiders is echter wel een indruk te geven van een aantal in het oog springende verliezen. Op het project Belval, een winkelcentrum, kantoren en appartementen in Luxemburg, schrijft SNS Property Finance in totaal 190 miljoen euro af. SNS financiert ook winkelcentrum De Wol langs snelweg A2 bij Utrecht. SNS verstrekt een lening van 370 miljoen. 200 miljoen daarvan is nooit terugbetaald. Voor de bouw van het winkelcentrum Plaza Imperial in Spanje boekt de bank 120 miljoen verlies af. Op het eerder genoemde Spaanse project La Cigüeña is er een verlies van meer dan 50 miljoen euro. We krijgen heel weinig informatie over wat er nou nog precies in de portefeuille zit. De markt is heel weinig transparant. Maar ik ga ervan uit dat de hele portefeuille zo'n beetje onder water staat. Of in ieder geval onder bijzonder beheer valt. De afdeling bijzonder beheer van een bank beheert risicovolle projecten en probeert de verliezen te beperken. SNS wil niet vertellen hoe groot de verliezen per project zijn. Maar we ontvangen wel een overzicht van de jaarlijkse verliezen in de periode vanaf 2008 tot eind 2012. Het gaat opgeteld om een bedrag van 1,8 miljard euro. Niemand wilde geloven dat er ooit een keer een einde zou komen aan die markt van elk jaar maar weer een hogere waarde, een lage rente, een grote beschikbaarheid van kapitaal. Er waren een hele hoop tijd die dat gewoon ook niet wilden. En je moet niet vergeten dat veel van die banken die financierden weer beursgenoteerd waren. Moesten elk jaar weer 10% meer winst melden aan de aandeelhouders. Ook de aandeelhouders, de commissarissen, de Nederlandse bank. Niemand had er belang bij om ergens op de rem te gaan staan. Maar je hebt ook nog zoiets als de overheid, de Nederlandse bank. Ja. Misschien wel de autoriteit financiële markten. Een van die partijen, waarom heeft die daar dan niet actief bovenop gezeten? Of hebben ze er actief bovenop gezeten? Ik denk het niet. Vastgoed heeft zo zijn eigen logica, heeft zijn eigen dynamiek. Is een aparte wereld in vele opzichten. Ik bedoel, ik kan me niet heugen dat ik een bijeenkomst heb meegemaakt waar de Nederlandse bank eens kwam vragen hoe het nou precies zat. De Nederlandse bank heeft niet op de rem getrapt. De Tweede Kamer organiseert een hoorzitting. Daar verklaart de Nederlandse bank dat er zorgvuldig is gekeken naar de overname en dat er geen verdachte signalen waren. SNS Reaal krijgt zo vrijbaan om haar tomeloze ambities waar te maken. Denk je even in hoe dat gaat bij zo'n bank. Degene die verantwoordelijk is voor zo'n krediet is de accountmanager van de bank. En die accountmanager, ja, als die geen kredieten geeft, dan zegt ze op een gegeven moment zijn baas, joh Jan, je geeft helemaal geen kredieten. En de concurrenten die zijn lekker bezig met kredietverstrekking. En het vastgoed boomt maar, het gaat fantastisch. En wij doen niks. Waar ben je mee bezig? Baan kwijt. Dus de incentives voor de accountmanager bij de bank en voor de hele afdeling kredietverstrekking bij de bank, van ja, we moeten wel krediet verstrekken. Wel gezond krediet, maar we moeten wel krediet verstrekken. En als wij structureel geen krediet verstrekken, omdat onze eisen te conservatief zijn, te strak zijn, en de concurrent het wel doet, en niet zomaar concurrenten, nee, de ABN AMRO's, de Deutsche Banks, dan gaan we mee. Op 1 februari nationaliseert de Nederlandse staat SNS Reaal. Het kost iedere Nederlandse burger 220 euro. De Nederlandse belastingbetaler is hier te hulp geschoten. En wat vindt u ervan? Nou ja, als een bank erop gericht is om vooral de mensen, de gewone burgers, goed te bedienen en uiteindelijk een last gaat worden voor de gewone burgers door de manier waarop het nu genationaliseerd is, dan zit daar wel een hele bittere ironie in.